Solidariteit, zo belangrijk. We moeten daar actie voor ondernemen. Het <laughs> is een goede persoonlijke reflecties om jezelf altijd een vraag te stellen. Maar nu, nu gaan we er echt voor gaan. Dus here we go. Weet je wat ik altijd wel interessant vind? Misschien eigenlijk een vraag die nu heel toegespitst klinkt ineens, maar bon. In het begin tijdens die, uh, de, de start van de oorlog Oekraïne-Rusland uh, ja, heeft de Europese Unie vrij snel toch vrij agressief gereageerd met een aantal sancties. Maar mijn eerste vraag was daar altijd van. Goh, tot in hoeverre moeten we ons moeien, maar dat is misschien een thematiek die we al dan niet kunnen behandelen, moet je zelf maar even aangeven. Maar het tweede van, oké, okay, stel we doen dat, raken we daar eigenlijk effectief mee, want ik denk dat heel veel mensen en ook het idee van deze oorlog voornamelijk is dat Poetin eigenlijk zeg maar de oorlog creëert en et cetera. En niet zozeer Rusland als een geheel, ergo de bevolking iets minder. Mm -hmm. Maar hebben we met die sancties, waarin dat eigenlijk eh, in Rusland zeker al toch wel een, een, een grote arme bevolking bestaat, niet voornamelijk de bevolking eigenlijk grotendeels geraakt in plaats van Poetin rechtstreeks zelf? Of... Misschien eerst uw eerste vraag: van ja, moeten we ons daar eigenlijk wel moeien? Okay. Dat is een goede vraag. Ja. Bon, voor mij is het antwoord ook wel heel gemakkelijk. Yeah? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, allee, ten eerste, ik ben, een, allee, ik ben een grote believer in democratie en in mensenrechten als universeel principe. Mm -hmm. ja, en je kunt heel makkelijk zeggen: van ja, maar ja, uh, er is oorlog in Oekraïne en heel Europa staat op zijn kop. En politiek België interesseert zich, geeft veel geld uit, probeert Oekraïners te, uh, te beschermen enzovoort. Maar kijk naar andere conflicten in de wereld: Israël-Palestina. Um, Jemen, uh, een, een, aantal, een aantal Afrikaanse conflicten, uh, enzovoort. Uh, India-Pakistan, uh, sluimerende mm -hmm. conflicten, waar we eigenlijk veel minder energie in stegen. Dat is absoluut mm -hmm. waar. Mm -hmm. Maar er zijn daar gewoon twee elementen. En hoe stom dat het ook klinkt, Oekraïne maakt deel uit van Europa, dat ligt dicht bij onze achtertuin. Mm -hmm. Dus de betrokkenheid die je hebt, trouwens ook als mens, als individu, de betrokkenheid die je hebt. Ja, de hebt. fysieke afstand heeft een fysieke impact Fysieke afstand, uh, maar dan, sowieso... allee, kijk, kijk, kijk naar uzelf, uw familie, uw vrienden. Hé, daar heb je die beschermingsreflex. Ik denk politiek ook, oorlog, een invasie in een Europees land. Ja, dat gaat veel meer opspelen. Europese landen gaan zich veel meer betrokken voelen, veel meer engagement ook tonen. En dat kan zeer onrechtvaardig zijn, en eigenlijk is het dat ook. Mm -hmm, Want mm -hmm. ondertussen, wie bekommerd zijn nog om de Palestijnen? Mm -hmm. hè? En zelfs niet alleen oorlogen, we hebben hongersnoden. Ja, he, hongersnoden ja, eh, ook, natuurlijk, alles, humanitaire he, steun, wat we nu ook wel proberen te doen mm -hmm. voor, voor Oekraïne. Maar andere delen van de wereld worden aan hun lot overgelaten. Ja. Dat is absoluut zo. Kijk naar de Sahel bijvoorbeeld ook, mm -hmm. Noord-Afrika, wat daar gebeurt, oprukken van, 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 van jihadisme. Landen trekken zichzelf terug. Mm -hmm. België, Frankrijk, wij trekken ons meer en meer terug uit die landen, ook omdat we niet echt een oplossing zien. Mm -hmm. Misschien ook omdat we denken, van, het is wel simpel, hè, we kunnen het militair oplossen. Nee, het is super, super complex mm -hmm. politiek, vaak. Dus ja, we moeten ons moeien. Is het onrechtvaardig dat we ons zoveel moeien in Oekraïne en veel minder in andere landen en regio's? Ja, evenzeer. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, maar het is geen reden om niks te doen. Waarom niet? Omdat, dus één, die betrokkenheid, wat ik al mm -hmm. zei, er is een logische menselijke reflex ook. Um, maar ook natuurlijk omwille van de bedreiging die Poetin vormt. Uh, als hij Oekraïne pakt, als hij Kiev pakt, dan uh, komen de Baltische Staten in het vizier, Georgië en dergelijke meer. Zijn we daar absoluut zeker van? Nee. Maar is dat een reëel risico? Absoluut. Dus dan begin je wel Allee, dan, 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 dan zit je met een risico op een veel grotere oorlog. Op het Europese continent dan, dan wanneer je nu enkel spreekt over, over Oekraïne. Over de sancties, hé, dat was uw He? tweede vraag. Sancties moet je altijd zoveel mogelijk proberen te rechten tegen het regime, om het regime te verzwakken um, en om ook de financiering van, van, van een oorlog te verzwakken. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat heel veel Russische um, politici. Uh, op de sanctielijst zet, probeert om bijvoorbeeld te goeden, geld dat ze hebben staan bij Europese banken te bevriezen, zodat ze daar niet meer aan kunnen. Dus dan tref je eigenlijk de Russische oligarchen ook, eh, die Poetin uh -huh. uh, rechtstreeks steunen, maar ook Russische politici die mee die oorlog eigenlijk uh, alle, aan de gang houden. Dan tref je hen, dan tref je hen rechtstreeks. Uh -huh. Andere sancties uh, gaan over het verzwakken van de Russische economie omdat uh, oorlog voeren veel, veel geld kost. Ja, ja, ja. Uh, allee, het zijn gouden tijden trouwens voor wapenfabrikanten. Hè. Het is de ja, ja. zot, hè. Ville. Dus uh, wapenfabrieken, die, die sommige mensen willen niet investeren. Wapenfabrieken, goed, via loesje regimes, die, die, uh, die dan toch nog wapens kopen. Maar nu, ja, iedereen steunt uh, het Oekraïnse verzet. Dus... Uh, uh, landen doneren wapens uit hun eigen militaire stocks, maar landen die dat minder hebben, grote militaire stoks, België bijvoorbeeld, eh, moeten dat dan aankopen bij defensiebedrijven. Dus ja, mm. dat zijn bedrijven die aan, die, aan, die aan het floreren zijn natuurlijk kost allemaal geld. Rusland moet hetzelfde doen: mobilisatie van mensen, defensie-industrie, militair materiaal, munitie verschieten. Eh. Mm. Um, aan een enorm tempo worden granaten afgevuurd, munitie wordt, wordt verschoten in Oekraïne. Ja, dus ja. dat betekent ja. Russische oh, economie verzwakken, het moeilijker maken, in de hoop dat dan die financiering van de oorlog ook stopt. Ja. Maar is Vandaar dat dan ook... effectief geluk? Want de rubel heeft zichzelf ook al grotendeels hersteld eh, tegenover voor de oorlog en dergelijke. Kijk, ze ja, maar, natuurlijk we, zien, al heel, ja, maar uh, we zien toch dat er effecten gereken. zijn. Uh, het, is, het is normaal dat dat traag gaat. Waarom? Die Russische economie had uh, enorme kapitaalreserves. Hè? Omwille van de verkoop van grondstoffen, ook ja, aan ons, mm, aan Europa. Mm. Hè? Fossiele brandstoffen, ertsen uh, ook. Um, dus dat betekent dat die, dat die eigenlijk met een... Met een, met een, met een met, ja, heel veel inkomsten zaten van buitenlands kapitaal. Dus enorme kapitaalsreserves. Dus die hebben een, een enorme buffer, dat is waar. Maar je merkt toch dat die... Reserves uh, slinken nee. en dat de Russische economie ook wel onder druk staat. Dus die sanctiepakketten worden telkens onderhandeld. Trouwens, nu op dit moment wordt een tiende sanctiepakket tegen Rusland onderhandeld door de Europese Unie. En dus we zijn aan het kijken van oké, okay, wat moet daarbij behoren? Uh, hoe, kunnen we, hoe kunnen we Rusland nog, nog, nog harder treffen? Uh, tref je daarmee een stuk van de bevolking? Ook omdat er regimes zijn die alleen niet als eerste bekommernis hun eigen bevolking hebben mm -hmm. natuurlijk. Ja, en daarom ook dat je pleit, denk ik dan voor die embargo op die diamantstop uh, van invoeren, want dat was over laatst dat ik iets zag, ja. dat er op vier maanden iets van een 800 miljoen aan uh, diamanten ja, 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 waren aangevoerd ja, ja, ja. ja, ja, door Antwerpen, ja. dat, is, dat is wel maf eigenlijk. Hè? Ja, absoluut, dus allee, de verkoop van diamanten, Rusland is de grootste leverancier van diamanten in de wereld, hè? Ja. Uh, dus dat heeft voor hen een opbrengst gecreëerd van 4,5 miljard dollar in 2021. Ja. Hè? Uh, dus dat is een bron van inkomsten. Alleen, um, ja, we, hebben, we hebben tot nu toe uh, de verkoop van fossiele brandstoffen, import van goud bijvoorbeeld, ook vanuit Rusland, aan banden kunnen leggen. Hè. Ja. Um, maar diamanten bleven altijd buiten schot. En het rare is, in september vorig jaar stond de, uh, het importverbod van Russische diamant, ja. ruwe diamant. Hè, stond dat op een ontwerp-sanctielijst van de Europese Unie, maar dat is daar afgevlogen. Dus op de finale sanctielijst kwamen diamanten eigenlijk niet meer, niet meer voor. Ja. Wat wij wel weten, is dat die lobbying enorm is, vanuit de diamantsector, ja. uiteraard, enorme financiële belangen. Ook voor België, ook voor Antwerpen. Natuurlijk. Mm -hmm. um, dus, allee, het is wel mijn hoop, en het is ook wel iets wat wij op tafel hebben gelegd, eigenlijk ben in de regering maar groen, um, al een aantal maanden, sinds de start in feite van de Russische uh, oorlog in, uh, in Oekraïne, om die diamanten echt op te nemen op die sanctielijst. Ja. Okay. Ook omdat de... de die diamantsector, de diamanthandel in Rusland is quasi volledig in handen van al En dat is een uh, Russisch bedrijf, maar dat wel voor een derde in handen is van Rusland zelf. Dus dat is eigenlijk een semi-staatsbedrijf ja, ja. dat bovendien ook nog eens banden heeft met het Russisch militair apparaat. Met de duikboten bijvoorbeeld en ook met de nucleaire sector. Dus dat is daar één pot nat eigenlijk in Rusland. Hey, dat is een bedrijf dat rechtstreeks die oorlogsmachine financiert. Hoe? Omdat wij die Russische diamanten hm. bleven aankopen. Ja.